En BBB om het versgebakken hoofdlijnenakkoord te verdedigen. Worden de formerende partijen uit elkaar gespeeld of drijft de kritiek ze juist in elkaars armen? Politiek verslaggever van WNL, Tessa van Vieren, die is in de Tweede Kamer en die is de hele ochtend al iedereen daar aan zijn jasje aan het trekken. Goedemorgen, Tessa. Heb je weer iemand bij je camera staan? Ja, zeker. Ik heb er iemand gevonden. Het bord op de achtergrond verraadt het al. Het is de fractievoorzitter van het CDA, Henrik Bontebal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u stond vanmorgen met een groot artikel in de krant. Een kilakkoord noemt u het. Ja, uh, dus er zijn ook echt wel goede dingen in. Dus een aantal dingen worden voortgezet. Uh, en er is aandacht voor uh, het bouwen van meer woningen, voor meer uh, zekerheid op de arbeidsmarkt. Dus dat zijn goede dingen. CDA-beleid wordt doorgezet, bedoelt u? Dat bedoelde ik eigenlijk. Uh, dus dat is goed. Um, dus ik ga niet alles uh, uh, afkraken. Maar ik vind het tegelijkertijd ook wel een, een akkoord, Waarbij er, er, er weinig aandacht is voor het sterker maken van de hele samenleving. Het gaat over, denk ik, het sterker maken van een aantal groepen. Maar hoe worden we met elkaar ook sterker? En dat mis ik wel een beetje in dit uh, akkoord. Er staan soms vrij harde teksten in. Mm -hmm. En ook mijn partij is voorstander van bijvoorbeeld meer grip op migratie. Maar die hele paragraaf ademt wel zo'n harde toon. Dat ik denk: ja, waar is ook nog de menselijkheid uh, gebleven? Naast ook de uitvoerbaarheid. Hè? Kunnen dingen gewoon. Je kunt van alles uh, beloven. Uh, maar ze moeten waargemaakt kunnen worden. En als je eigenlijk vanaf het begin al een beetje weet dat dat niet kan, dan vind ik het rechtsstatelijk ingewikkeld dat je het dan op, toch opschrijft, omdat je eigenlijk de kiezer ja. wel een beetje bedriegt. U zei zelfs u, dat de coalitie door een rechtsstatelijke en morele ondergrens zakt. Ja, dat zijn heel veel moeilijke woorden, zoals vroeg. Um, hè, dus dat rechtsstatelijke zit hem, mij, wat mij betreft, in dat je dingen opschrijft waarvan je weet dat ze geen stand houden bij de rechter. Um, dus dat is niet alleen een poging om het voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat deze partijen ook weten dat het niet lukt. Dan vind ik het niet, niet netjes om dat dan toch in een akkoord op te schrijven. Nee. En met moreel bedoel ik dat. Nederland wil best wel asielzoekers opvangen, maar niet degene die geen kans maken. Dus de relschoppers en de degene die de boel verstieren, die willen we zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Maar mensen die echt in nood zitten, die gemarteld worden in Iran bijvoorbeeld, daarvan zeggen we ja, daar moet plek voor zijn in Nederland. Ja. Nou zegt deze coalitie zelfs die willen we niet meer erin hebben um, en we gaan ze gewoon afkopen. Dus het meest welvarende land ter wereld. Uh, zegt dan, ja, we gaan 20.000 euro per asielzoeker betalen... om iemand niet hier binnen te laten. Ja, mm -hmm. Dat vind ik een morele ondergrens. Uh, kijk, ja, dat, dat is het Hongarije van Orbán wat dat doet. Maar niet Nederland, wat het, wat het eigenlijk uh, wel goed zou kunnen. Nou wil ik nog naar iets anders toe, namelijk de premiersvraag. En gisteren was ik in Den Haag en toen gonst hier de naam Richard van Zwol rond. Die heeft u overigens ook gehoord. Die heb ik zeker gehoord, ja. En die, die heb ik al wel vaker gehoord de afgelopen weken. Zou dit kunnen? Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat je, uh, als je goed bent in één rol, betekent dat niet dat je ook gelijk goed bent in een andere rol. U heeft hem wel gebeld? Ik heb hem gebeld zaterdag, ja. Uh, Ries, het is een partijgenoot van mij. Wat heeft hij toegezegd? Ik, ik heb hem niet gebeld om te vragen of hij het doet. Oké. Okay. Dus dat hangt nog even in de lucht hier. Nee, wat ik met Richard bespreek, uh, sowieso al mijn uh, telefoongesprekken, die vertel ik aan niemand. Want dat zijn vertrouwelijke uh, gesprekken. Um, maar ik heb eerder gezegd dat ik het niet prettig vind als Richard uh, uh, minister-president zou worden. Nee, wat u betreft geen CDA's in het torentje. Wie dat dan wel moet worden, dat is nog de grote vraag. Straks gaat het debat om kwart over tien van start. En dan uh, horen we daar misschien ook wel meer over. Ja, dankjewel, Tessa. Uh, we zullen waarschijnlijk.